Een heel goede avond en welkom. De lang verwachte lijst met risicogebieden in Europa is er. En er zijn maar 3 gebieden die code rood krijgen van ons land. Het gaat om de Portugese hoofdstad Lissabon en Amarinha en Lérida in Spanje. Wie naar die 3 gebieden reist, moet dus bij terugkeer verplicht in quarantaine. Bij regio's die code oranje krijgen, is na terugkeer zo'n quarantaine niet verplicht, maar wel aanbevolen. Maar voorlopig krijgt geen enkel gebied die kleur. Groen tot slot staat voor de veilige regio's, vanwaar je zonder speciale maatregelen kan terugkeren. Het was bang afwachten welke zones rood zouden kleuren voor vele reizigers. Met 2 regio's in Spanje en 1 in Portugal valt alles momenteel goed mee. De lijst met kleurcodes komt niks te vroeg, want vanmorgen was er toch wel verwarring op de luchthaven. Het is nog niet heel clair, hè? L'orange, le rouge, le vert. Het is allemaal heel ingewikkeld. Maar ik ben wel blij dat er zones komen per land en dat niet een heel land op slot gaat. Biedt meer kansen om zelf te kunnen reizen. Sommige reizigers nemen zelf hun voorzorgsmaatregelen. Dit koppel heeft bijvoorbeeld al een quarantaine ingecalculeerd. Oui, mais ça c'est pas un problème pour nous. On savait, donc on avait pris nos précautions pour ne pas avoir de soucis quand on revient. Denk je dat de regio waar wij naartoe gaan is code groen? Dat kan morgen anders zijn, dat kan overmorgen anders zijn. Dus wij volgen dat daar ter plaatse ook op. En als het code oranje is, dan gaan wij onze verantwoordelijkheid nemen. Dan gaan wij toch wel laten testen als we thuiskomen. Ook de Hoge Gezondheidsraad vraagt nu om mondmaskers te verplichten in winkels. Ze zijn het dus eens met de virologen in ons land die al een hele tijd pleiten voor zo'n verplichting. De wetenschap is er hoe langer hoe meer van overtuigd dat het coronavirus zich ook en misschien vooral verspreidt via hele kleine microdruppels. Het gaat dan om druppeltjes, virus, die vrijkomen na hoesten en niezen. Niet alleen van mensen die hoesten en niezen, ook van mensen gewoon die spreken, hè? Ik denk zelfs dat het gewoon ademen al zou kunnen aanleiding geven tot die microdruppels. En die blijven dus rondwarrelen en die kunnen zich over een grote afstand verspreiden. Die zullen zich eigenlijk verspreiden over de hele ruimte. Volgende week dan zal de Nationale Veiligheidsraad zich nog maar eens buigen over de kwestie. Maar of ze zal beslissen dat we verplichte maskers zullen moeten dragen in de winkel, is nog maar de vraag. De Veiligheidsraad heeft zich daar namelijk al eens over gebogen en vond de verplichting niet nodig zolang het virus niet verder opflakkert. Sowieso vinden een aantal politieke partijen dat het kalf al verdronken is. De medische experts zijn steeds duidelijker. Verplicht mondmaskers in de winkel. De Franstalige Christen-Democraten vragen zich af waar de premier op wacht. Madame la première ministre, j'essaye encore et encore. Est-ce que oui ou non, vous allez avancer en ce sens? Maar zeker tot volgende week verandert er niets. Zoals ik het aangekondigd heb op de laatste Nationale Veiligheidsraad, werken de experts van de GS op die moment op de kwestie. Ze zullen de Nationale Veiligheidsraad daar woensdag over adviseren. Tot dan blijven we hun laatste advies volgen. En ik ben natuurlijk van overtuigd dat ze zullen ook zeker en vast rekening houden met het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Soms is het niet moeilijk als de adviezen binnenstromen om mondmasker te dragen in winkels en op drukke plaatsen. Dan belegt u gewoon een Zoom-vergadering met alle entiteiten en dan spreek je dat gewoon af. Hoopgevend nieuws dan over de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus. Virologen van de KU Leuven hebben een kandidaatvaccin ontwikkeld dat klaar is om getest te worden op mensen. Het middel is al uitgebreid getest op hamsters en werkt zeer goed en langdurig bij de diertjes al na 1 injectie. Wereldwijd wordt nu onderzoek gedaan met 120 kandidaatvaccins. Naar verwachting 10% daarvan zal leiden tot een werkzaam middel. Leuven wil daarbij zijn, maar wil niet overhaast te werk gaan. De productie dat kost vele miljoenen en dat kunnen wij als universiteit niet financieren als we niet zeker wisten of dat het optimale protectie biedt. Dus we hebben gekozen om te wachten, om eerst grondig onze studie uit te werken, te zien welke is het beste. En nu pas beginnen we aan de procesontwikkeling, aan de productie. En dat duurt een aantal maanden, zodat we dan hopelijk tegen het eind van het jaar hier in het ziekenhuis in Leuven, UZ Leuven, dat we dan kunnen beginnen met het testen bij gezonde vrijwilligers.
In de Verenigde Staten moet president Trump zijn belastingaangifte vrijgeven voor het gerecht in New York. Dat heeft het Hoge Rechtshof van het land beslist. De president weigerde tot nu toe inzage in zijn belastingsdossier. Het gerecht begon 2 jaar geleden een onderzoek naar de financiën van Trump en van zijn holding. Het zou onder meer willen nagaan of er zwijggeld is betaald aan pornoactrice Stormy Daniels, die beweerde dat ze een relatie had met Trump. President Trump zelf heeft al gereageerd. Hij zegt dat het gerecht hem om politieke redenen op de hielen zit. Daarmee zijn wij rond voor nu. Om 7 uur is viroloog Johan Neitz de gast in onze studio. Hij zal meer uitleg geven over het vaccin dat hij en collega-virologen aan de KU Leuven hebben ontwikkeld. Heel graag tot dan. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.